ik wil dat de dieren gewoon kunnen opgevangen worden door de dierenambulance en omdat ik het ook leuk vond. Roos ging samen met verschillende mensen bij het strandje in het Julianapark in Horen het koude water in om aandacht te vragen voor de dierenambulance. En dat doen ze niet voor niets. Wij hebben een duik gedaan in het koude water in het IJsselmeer om te laten zien dat de dierenambulance in de kou staat. Wij hebben geen pand en die willen we wel heel erg graag en hebben daar gewoon nog te weinig hulp voor. En die hulp moet van de gemeente komen, denk ik? Ja, eigenlijk wel, ja, ja, ja. We krijgen niet veel subsidie. We zijn in de 7 West-Friese gemeentes. Het zou fijn zijn als elke gemeente mee subsidieert, zodat wij een pand kunnen realiseren. We zijn een heel eind, maar ja, we moeten het zelf bekostigen. En wat zou zo'n pand voor jullie betekenen? Het zou zoveel betekenen. We zouden vanuit het pand vrijwilligers kunnen laten rijden, waardoor we vanuit de hele regio vrijwilligers aan kunnen nemen, waarbij we nu alleen maar rond Horen kunnen aannemen. De mensen die dieren in de tuin opvangen, de konijnen, de duiven, die kunnen dan allemaal opgevangen worden bij het pand. Ik loop te rillen ondertussen hoor. Daarbij kunnen we gewoon scholing, vergaderingen, al dat soort dingen bij het pand doen. En het wordt ook gewoon een stuk professioneler, kunnen we een stuk beter mensen bij elkaar krijgen om dingen uit te leggen. Dus we hopen er verschrikkelijk hard op. Hoe lang zijn jullie al bezig met zo'n pand? Oh, we zijn er al een paar jaar mee bezig. We blijven aan de gang. Elk jaar doen we weer een actie om te kijken of we wat los kunnen krijgen. En hij komt echt heel dichtbij nu. Ja. Dus dit jaar is extra belangrijk voor ons. Wat hoop je nu, naar aanleiding van deze actie, dat de gemeente contact opneemt? We hopen dat de gemeente contact opneemt. We hopen dat mensen doneren via onze Arkel-actie. We hebben hier QR-codes, maar dat kan ook online op onze Facebook, kan je die vinden. Zodat we zoveel mogelijk fondsen bij elkaar halen en dat we aankomend jaar misschien toch een start kunnen maken aan dat pand. Nou, heel goed gedaan. Heb je het nu koud of valt het mee? Ik heb lekker warme kleren. Het valt wel mee, maar het is ook wel koud.